Je haalt dag en nacht adem, je leven lang. Als je inademt, gaat de lucht met zuurstof via je mond, neus en luchtpijp de longen in. Je longen worden beschermd door de ribben. Tussen de ribben zitten spieren. Samen met de buikspieren maken ze de borstkas groter of kleiner. Dit is het middenrif. Het middenrif gaat omhoog als de buikspieren zich samentrekken. Zo adem je in en uit. In dit model stellen de ballonnen je longen voor. Een rubber vlies dient als middenrif. Als het middenrif omlaag gaat, wordt de inhoud van de borstkas groter. De luchtdruk daalt en lucht kan de longen binnenstromen. Als het middenrif omhoog gaat, neemt de luchtdruk toe. Dan wordt lucht uit de longen geperst. Ademhalen is belangrijk. In de lucht die je inademt zit zuurstof. Zonder zuurstof kan jij niet leven. Gelukkig ademen de meeste mensen zonder erbij na te denken. Maar hoe werkt je ademhaling eigenlijk? Als je inademt, komt de lucht door je neus of je mond in de luchtpijp. Kraakbeenschijven houden je luchtpijp goed open. Verderop splitst de luchtpijp zich in twee bronchiën. Eén naar elke long. Aan het eind van de bronchiën zitten de longblaasjes. Zuurstof gaat door de wand heen de haarvaten in. Het bloed vervoert zuurstof naar alle organen in je lichaam. En dat gaat razendsnel. Het duurt maar 7 seconden voordat zuurstof uit de lucht in je kleine teen zit. Je lichaam heeft zuurstof nodig, maar waarom eigenlijk? Vanuit de longblaasjes gaat de zuurstof het bloed in. Rode bloedcellen vervoeren zuurstof naar alle cellen in je lichaam. Bij je spieren bijvoorbeeld. In de cellen zit glucose, een suiker. Voor de verbranding van glucose wordt zuurstof gebruikt. Hierbij komt energie vrij en energie heb je nodig om je spieren te laten bewegen. Bij de verbranding ontstaat koolstofdioxide en water. Deze gaan, opgelost in het bloed, terug naar de longen en dat adem je uit.